Welkom terug bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over aflevering 10 van The Bad Batch, Common Ground. En voordat ik inga op deze aflevering wil ik nog even één ding benoemen wat ik vorige week vergeten was te bespreken. Want terwijl Omega aan het wegrennen was van Cad Bane en Fennec Shand, rent ze op een gegeven moment tegen een soort groene pad aan. Dan heb je weer zo'n soort chemisch potje daar met iets erin wat lijkt op een vroege versie van Snoke. En we hebben het hier dus wel over vele jaren voor de hele sequel trilogie, dus dit is echt al lang in ontwikkeling. We zagen Snoke in een potje al voorbij komen tijdens The Rise of Skywalker ook. En toen onthulden ze dus dat het eigenlijk Palpatine was al die tijd. Daarna hebben we Snoke in een potje ook in Mandalorian gezien. En nu dus ook in The Bad Batch. Dus misschien zijn ze nog steeds niet klaar met het verhaal van Snoke vertellen. Maar dan door naar de aflevering van deze week. Deze aflevering voelt eigenlijk een klein beetje aan als een filler aflevering. Het zou nog best kunnen zijn dat die senator die ze moeten redden tijdens deze aflevering in toekomstige afleveringen nog een rol te spelen heeft, dus misschien is het op dat vlak geen filler. Maar verder is dit wel heel erg gewoon een zijavontuurtje waar de Bad Batch op moet gaan. De Bad Batch moet dus naar Rexxus toe, dat is een planeet die tijdens de Clone Wars een van de basissen was van de Separatists. En de senator daar heeft dus besloten om voor zijn volk te blijven werken en zich niet aan te sluiten bij de Empire met slechte gevolgen. En dus moet de Bad Batch samenwerken om hem daar te bevrijden. En op zich levert dat wel een paar toffe actiescènes op. Sowieso is Rexxus als planeet ook echt prachtig om naar te kijken. Alle omgevingen zagen er in deze aflevering wel heel erg mooi uit. En daarbij vergeet ik soms ook nog wel te benadrukken dat sowieso de kwaliteit van de animatie en de designs in deze serie echt heel erg hoog zijn. Maar wat deze missie een klein beetje anders maakte dan de vorige missies, is dat Omega moest achterblijven bij Sid. Dat komt omdat er zoveel Empire soldaten waren op Rexxus dat ze het risico niet wouden nemen. En dat gaf Omega dus de kans om een band te creëren met Sid. En dat doet ze in de vorm van schaken, of holochess dus, in het Star Wars universum. En nadat de Bad Batch dus terugkomt van hun missie, komen ze erachter dat dat schaken genoeg geld heeft opgeleverd of credit dat ze geen schuld meer hebben bij Sid. En daarbij lijkt het er nu dus ook op dat Sid Omega best wel een tof kind vindt. En ze eindigen de aflevering dan ook met een schaakspel tussen Hunter en Omega. En als Omega zou winnen, dan mag ze nooit meer achtergelaten worden voor een missie. Dus ik ga er gewoon van uit dat zij gewonnen heeft. Ik denk dat we volgende week daar misschien nog wel een antwoord op krijgen. En deze week viel me ook nog op dat die droid die een hulpje was van die senator best wel een tof karakter was. Zij wist die senator dan ook om te praten om die planeet te verlaten, omdat hij meer goeds kan doen van buiten die planeet dan als hij vast zou zitten bij de Empire. Maar ja, al met al heb ik dus niet heel veel te bespreken over deze aflevering verder. Wat vonden jullie ervan? Ik denk dat het wel gewoon een leuke, vermakelijke aflevering was, maar het heeft dus niet echt de main plot heel erg naar voren geduwd. En we hebben nu dus nog maar 6 afleveringen te gaan, dus ik heb het gevoel dat ze binnenkort wel een klein beetje gaan toewerken naar het eindspel van dit seizoen. Maar ja, bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval. En subscribe ook op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.